Op een bijeenkomst in het academiegebouw heb ik in Utrecht gesproken over de val van de muur. En met een journaliste, Marion Brasch, die 3 weken voor de val van de muur bij een persconferentie was in Oost-Berlijn, waar ik vertelde daar op het toneel gestaan te hebben met de intentie de muur weg te zingen. Zij heeft dat willen publiceren en is daardoor in serieuze moeilijkheden gekomen met haar bazen en de partij. Tegen die achtergrond heb ik mijn zorg geuit over totalitaire systemen en dat we ervoor moeten waken dat de structuur van politieke partijen op democratische afspraken berust. Dit met de bedoeling uiteen te zetten dat bijvoorbeeld de PVV niet mag worden als de NSB. Ik ben geciteerd in de Telegraaf. Ongeveer. En de vaststelling is dat grote groeperingen in onze samenleving aannemen dat dat zo gezegd is. Vervolgens komen er een paar duizend mails, maar hele nare dingen in staan. Beangstigend? Beangstigende. Ik ben echt letterlijk bang. Waar ben je bang voor? Voor de pijn. Je bent bang dat je fysiek bedreigd gaat worden? Nou, dat is, laat ik zeggen, in taal in ieder geval het geval. Voor mij is het verbijsterende op dit ogenblik dat je niet zonder gevaar je in Nederland kunt zeggen waarvan je je zorg kunt uiten. Zonder dat je het risico loopt dat je dus iets vreselijks wordt aangedaan. Maar dat wist je toch al lang? Ja, maar je wil dat toch niet echt geloven? Ik vind het misschien nog wel essentiëler als ik dit zo hoor en uw statement zie. En daarom trof me wel eigenlijk de parallel met Geert Wilders zelf. Hè, die ook, Partij voor de Vrijheid zie ik daar staan. Die ook in volle vrijheidsovertuiging wil weergeven. Die dat niet kan, die al jaar en dag in feite toch leeft met schrikkende benen van wat kan mij vandaag of morgen overkomen. Maar als hij nou in de wetenschap dat u in feite voor hetzelfde vreest, dan keert hij gewoon ook die achterban op om dit soort mails, hè, en dit soort bedreigingen niet te sturen. Ab Klink, minister van Volksgezondheid. U bent vandaag officieel begonnen eigenlijk met de campagne, hè, de vaccinatiecampagne. Wat wij gedaan hebben is op medische criteria hebben we groepen ingedeeld. Dan blijkt dat 60-plussers, en dat is vandaag ook een nieuw inzicht uit Amerika, zie dat ze feitelijk ook voltrekt. Daar vinden het meeste sterftegevallen plaats. Dus vandaar dat we zeggen, die moeten we inenten. Het geldt ook voor degenen die chronische aandoeningen kennen. De zware vrouwen inmiddels. En nu is daar inderdaad ook de jonge groep van kinderen aan toegevoegd. Precies vanwege die afweging van in hoeverre voeg je risico toe, dan wel in hoeverre ondervang je risico's. En de bijwerkingen die wij kennen zijn eigenlijk vrij licht van aard. Zoals bij de normale seizoensgriep. Pijnlijke arm, af en toe wat wellicht een pijnlijke plek die wat dagen kan duren. Een lichte vermoeidheid kan optreden. Geert Mak, in 1981 werd de muur gebouwd. Daarvoor was er prikkeldraad. Nee, waarom werd hij eigenlijk gebouwd? 61. De DDR liep leeg. Steeds meer mensen trokken naar het westen. Het land hield het gewoon niet vol. Er ontstonden grote economische problemen. Dus de muur was vanaf het eerste moment natuurlijk één grote afgang voor het DDR-regime. Ja, maar je was heel populair in de DDR. Mm-hmm. Hoe ben je daar terechtgekomen als optredend artiest? Ik speelde heel veel in Duitsland. En kreeg allemaal vaker post uit de DDR. Op een gegeven moment, na een paar jaar met die mensen geschreven te hebben, kreeg ik een uitnodiging om een optreden te verzorgen tijdens een festival van het politieke lied. 80-81. En ik ben daar naartoe gegaan en heb mijn optreden laten afhangen van een gesprek dat ik gevoerd heb met journalisten en gezegd, toen de vraag werd gesteld van wat komt u, heb ik letterlijk gezegd, ik kom hier om één steen uit de muur te zingen. Ik dacht, als ik dat kan zeggen en ik kan dan nog, en ze zetten me niet weg, dan geloof ik, dan heeft het zin. Ja. Daar heb ik dus gezongen en toen moest ik een lijst geven wat ik wilde zingen. Dan was het verzoek, wilt u dat niet doen? Dan zeg ik, als ik dat niet mag zingen, dan wordt er niet gezongen. Dus ik heb dat onder hun protest toch gedaan en was daarna niet meer welkom. Ja, dit is Dresden. Daar was ik voor het eerst in Dresden. En daar waren echt dagen van tevoren bij rond en om het theater kampeerden de mensen om kaarten te kunnen bemachtigen voor dat concert. Omdat inmiddels wel duidelijk was dat ik geen blad voor de mond nam. Ja. En dingen zei die zij niet
zich konden permitteren te zeggen, die ik namens hen wel mocht zingen. Want of kon zingen. Gert Mak, als je nu kijkt hoe Oost-Duitsland zich eigenlijk heeft ontwikkeld na die val van die muur. Wat zou je daarover kunnen zeggen? Het ging razend vlug met die verandering. En ook de mensen veranderden razendsnel mee. Dat heette Wendehelzen. Dus de directeur van het plaatselijk bedrijf, die altijd als een tijger erop had gezeten dat iedereen braaf lid was van de partij en alle reizen had gecontroleerd en weet ik wat meer, die werd opeens een manager. En die draaide helemaal mee met het Westen. Dans met mij, vrij met mij. Ik wil je kruimels en je jas, je koffers en je haar.